Wat is er gebeurd met je pols? Ik heb te veel gesteund op mijn pols. Je hebt te veel gesteund op je pols, nu heb je pijn? Ja. Hoe lang al? Ja, ik denk iets van 5 maanden of zo. 5 maanden. Welke pols is het? Rechts. Oké. Okay. In de naam van de Heer Jezus Christus gebied ik je pols om gezond te worden. Dat alle pijn eruit gaat. In Jezus' naam. Pols wordt gezond in Jezus' naam. Halleluja. Halleluja. Amen. Begin maar te bewegen. Begin maar te doen. Is dat beter? Ja. Is dat beter? Ja. I give you glory, glory. Wauw, in deze video zag je dat God vandaag nog steeds wonderen doet. Wist je dat God ook wonderen wil doen in jouw leven? Dat God van je houdt en een geweldig plan voor jouw leven heeft? Het eerste en belangrijkste wonder wat Hij wil doen voor jou, is dat Hij je zonde wil vergeven en je eeuwig leven wil geven. Scroll niet door, maar neem hier alsjeblieft 1 minuut de tijd voor. Ik wil je een belangrijke vraag stellen. Als vandaag jouw laatste dag op aarde zou zijn, zou je dan zeker weten dat je naar de hemel gaat? De Bijbel zegt in Romeinen 3, vers 23, dat alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid. Zonde scheidt ons van God en dat is ons probleem. Maar gelukkig heeft God een oplossing. De Bijbel zegt ook in Johannes 3, vers 16, al zo lief had God de wereld dat Hij gaf zijn enig geboren zoon, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Een ieder, dat ben jij ook toch? Jezus Christus, de Zoon van God, is aan het kruis gestorven voor jouw zonde om die te vergeven en je eeuwig leven te geven. Dat is Gods cadeau voor jou. En als jij vandaag dit cadeau wil aannemen, bid mij dan nu na waar je ook bent. Vader God, ik geloof dat uw Zoon Jezus Christus voor mijn zonde is gestorven en weer is opgestaan uit de dood. Vergeef me mijn zonde en maak mij een kind van u en vul mij met uw Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen. Als jij dit gebed gebeden hebt, laat het ons dan weten. Ik wil je namelijk een gratis boekje cadeau geven waarin jij meer leert over wie God wil zijn in jouw leven. Ga naar frontrunners.nl/Jezus volgen of klik op de link in de bio. God zegen.